Welkom bij deze Heart & Act podcast. Ik ben Hartini van Rijssel en ik heb vandaag de gast als expert Sergio van der Pluim. Hi, leuk om hier te zijn. De eerste podcast voor mij. Ja. Ik vind het een hele eer. Wie is Sergio? Nou, daar probeer ik dus ook achter te komen. ik ben nu 50 en ik wil heel graag 100 worden. Wow. Dat lijkt me echt super tof. Ik ben geboren in 1970. Het lijkt me echt heel tof om dan in 2070 gewoon te zeggen, jongens, het is mooi geweest. Wow. Ik ga Jimi Hendrix en Janis Joplin achterna. Dan ben je nog maar op de helft. Ja, dus ik hoef ook maar voor de helft te weten wie ik ben. Dus ja, maar ik geniet ook wel van die zoektocht. En af en toe jezelf opnieuw uitvinden vind ik ook wel leuk. Niet altijd makkelijk, maar soms wel nodig ook. Ja, jeetje, ik ben getrouwd met Marloes. We hebben twee kinderen thuis, pubers inmiddels. Een jongen van 13, Raoul, en een meisje van 16, Moira. En een hond. Dus daar woon ik mee samen. Ik ben zelfstandig trainer in onder andere ACT. Ik schrijf boeken. Ik coach af en toe. En ik geniet eigenlijk enorm van mijn werk zoals ik dat nu doe. Ik heb ook een tijd in loondienst gewerkt en... dat was ook prima, maar niet zo leuk als zelfstandig zijn. En wat vind je er heel anders aan zelfstandig? Ja, de vrijheid uiteraard. De creativiteit die ik erin kwijt kan. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Maar ook dat ik gewoon... Kijk, in loondienst krijg je collega's toegewezen. Ja, dat is waar. En nu mag ik ze zelf uitkiezen. Ja. En ik kom prima met de meeste van mijn collega's overweg. Maar hoe tof is het om gewoon zelf... mensen te mogen benaderen waarvan je denkt, oh, jou vind ik inspirerend of jou vind ik leuk en je doet ongeveer hetzelfde. Wil je met mij een training geven of weet je wel? En dat doe ik ook vaak. Ja, daar geniet ik enorm van. Leuk. Ja, je leert altijd van elkaar en het zijn bijna vrienden, zeg maar. Dus daardoor blijf ik ze ook elke keer weer zien. En dat is in een druk leven best wel fijn. Ja, want je leven klinkt wel heel vol. ja, maar het gekke is dat alles wat ik als zelfstandige doe... of bijna alles, voelt niet echt als werk, maar ook een beetje als hobby. Dus ik maak meer uren dan ooit, maar ja, wel vanuit passie of weet je wel, mijn eigen drive. Ja. En dat is super fijn. Ja. Dus zo. Leuk. Ja. Ja. En hoe was je met ACT in aanraking gekomen? Door een boek. Mm-hmm. The Happiness Trap. Ah. Ik zag hem ook liggen bij jou. Ja, Russ Harris. Ja. In het Engels toen, want toen was de vertaling nog niet uit. En nou, dingen lezen altijd het fijnst, vind ik, in de oorspronkelijke taal. Mm-hmm. En wat mij betreft het beste zelfhulpboek aller tijden. Mm. Althans, het heeft echt wel... Het was echt wel een beetje life-changing voor mij. Ja. Het heeft ook mede toegeleid dat ik voor mezelf ben begonnen. Mm. Ik was in die tijd ook een beetje vastgelopen wel. Ik had een lichte burn-out en ik was echt wel een tijdje somber en... mijn werk liep niet zo lekker toen. Mijn relatie was suboptimaal. Net een tweede kind gekregen die meteen in het ziekenhuis lag binnen twee weken. Dus er kwam veel tegelijk. Heftig. Ja, en ik was ook heel erg met mezelf in gevecht in die tijd. Dus dat werkte natuurlijk niet. Dus daar raakte ik een beetje van opgebrand. En in mijn zoektocht hoe daar uit te komen en hoe te zorgen dat nooit meer ging gebeuren. Dat weet je natuurlijk nooit, maar in ieder geval... ik wil doen wat ik kan. Ontdekte ik ACT. Mm. Dat boek onder andere. En En wat vond je in het boek het meest... je noemde het zelfs life-changing. Ja. eigenlijk het eerste hoofdstuk al... waarin hij een aantal mythes over geluk presenteert. Waaronder het feit dat we leven in een feel-good cultuur. Mm. Dat zie je aan... bijna elke reclame heeft als ondertiteling... Koop mij en je wordt gelukkig. Ja. Oftewel, geluk is de norm. Weet je wel? Nou ja, kijk, op social media, daar laat ook iedereen zich van zijn meest gelukkige kant zien. Hollywoodfilms, idem dito. En daar was ik natuurlijk, zoals zoveel hier mee grootgebracht. Ja. Dus ik dacht, dat is het doel van het leven. Zoveel mogelijk gelukkig zijn en proberen je altijd goed te voelen. Mm. Maar ja, in het mensenleven voel je niet altijd goed. Nee. Zeker niet, met kinderen wordt het al wat ingewikkelder. Als het in werk een keer tegen zit... noem maar op. Trouwens, als single zijn is ook niet altijd makkelijk, denk ik dan. De moeilijke gevoelens horen er gewoon bij. Mm-hmm. En wat ACT mij echt leerde, was in plaats van proberen me altijd goed te voelen, beginnen met goed te gaan voelen. Mm. Ook de bittere smaken van het leven, ook de zure, ook de pittige, ook de wrange en natuurlijk ook de zoete. Mm. En dat heeft mijn leven enorm verrijkt.
Ja. En vrijer gemaakt ook. Ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Nou ja, dat gun ik ook anderen. Dus vandaar dat ik ook heel fijn vind om er training in te geven. En mensen ermee te coachen. En wat las je dan in dat boek? Ja, dat het mocht zijn eigenlijk. Mm-hmm. En dat het erbij hoort. Maar wat las je dan dat je wist hoe je het kon integreren? Wat is het dan echt een typische act vaardigheid, zal ik maar even noemen? Ja, er zijn er eigenlijk 6, hè? Mm-hmm. En ik vind het leuk dat je het een vaardigheid noemt. Want ik zie ACT ook echt als een vaardigheidstraining. Mm-hmm. Terwijl het officieel een therapie heet zijn. Hè? Acceptance and Commitment Therapy. Ja. Nou ja, als je alleen al naar die naam kijkt, dan heeft het een acceptance kant mm-hmm. en een commitment kant. Mm-hmm. En dat zijn ook allebei vaardigheden die we eigenlijk misschien wel een beetje verleerd zijn hier in het moderne Westen. Ja. Of überhaupt niet hebben geleerd. Precies. Ja. Ja. Nee, dus ik bedoel, als mensheid zijn we dat niet geleerd. Ik denk dat dat misschien ooit wel meer bij het dagelijks leven hoorde. Hè. In de middeleeuwen was het allemaal het leven veel, denk ik, veel uitdagender nog dan nu. Mm. Ik denk dat mensen vroeger veel veerkrachtiger waren dan wij nu zijn, eerlijk gezegd. Dus als mensheid zijn we dat hier een beetje verleerd. En inderdaad, misschien heb je dat in je persoonlijke geschiedenis. Heeft ook niet iedereen dat meegekregen, denk ik. En ACT laat ons zien en leert ons hoe je eigenlijk heel praktisch, door allerlei grappige kleine oefeningen, die je heel makkelijk in je leven kan integreren. Waardoor dus je acceptatiespier en je commitment spier kunt laten groeien. Eigenlijk. Ja, dat is leuk dat je het spier noemt. Ja, dat is een soort mentale fitness wel. Trainen. Ja, ja. En kan je een voorbeeld geven? Ja, natuurlijk. Aan de commitment kant kun je waardenonderzoek doen. Mm-hmm. En het gaat gewoon eigenlijk over de vraag, wat doet er nou werkelijk toe voor mij? Wat wil ik doen met de rest van mijn tijd op deze planeet? Waar wil ik voor staan? Wat geeft mij richting? Mm-hmm. Nou, daar kan een mens gewoon een onderzoek naar doen. En waar ben jij toen achtergekomen toen jij in je burn-out zat? En wat toen heb je dat boek eigenlijk gevonden, zei je? Ja, creativiteit. Oh ja. Dat is wel de nummer 1. Ja. Ja. Ik heb een tijdje terug mijn waarden weer eens samengevat. Dat doe ik met regelmaat. Leuk. En toen dacht ik, ik hou van acroniemen. Ik dacht, weet je wat, ik bedenk een acroniem. En toen kwam ik uit op het woord schelp. Dus ik draag ook af en toe een schelpje bij me. Leuk. De reminder. Samenwerking, creativiteit, humor, eenvoud, liefde en progressie. Wauw. Ja. Was me trouwens wel opgevallen in je boek dat je van acroniem houdt. Ja. Ja. De meeste net als Rose Harris. Ja. Het is gewoon leuk om over na te denken. En het helpt mensen om te onthouden. Dus dat zijn toch wel mijn kernwaarden, denk ik. Maar goed, het verandert soms ook. Wil je ze toelichten? De schelp? Ja, natuurlijk. Dat wil ik, maar dat kan best wel een lang verhaal worden. Terwijl misschien is het ook wel leuk om te vertellen hoe mensen die luisteren heel makkelijk waardenonderzoek kunnen doen. Ja, goed idee. Dat dacht ik namelijk net aan. Alleen al door naar films te kijken waar je van geniet. En zeker films die je raken. Mm. En dat kan zowel in positieve zin zijn dat ze je inspireren, als wel dat je er misschien wel gewoon vet pissig van wordt, weet je wel. Ja. Of dat je dat onrecht ziet of zo. Ja. Dat vind ik heel mooi bij Ken Loach. Vind ik een mooie filmmaker die heel veel onrecht laat zien in Engeland. En als je iets voelt bij de dingen die je ziet, dan kan het niet anders. Of daar zitten waarden in verstopt. Ja. Mooi, Dus dat is een leuke manier. Mm. Maar er zijn vele manieren. Maar dat is een laagdrempelige. Ja. En dat was commitment. Ja. Ja, en de andere kant is de acceptance kant, uiteraard. Mm. Die valt uiteen in een paar vaardigheden. Mindfulness helpt. Mm. Hè? Dus contact maken met hier en nu, met je lichaam, met je emotie, met je gevoelswereld, met je verlangens, gedachten uiteraard. In plaats van heel erg in de toekomst of in het verleden te leven. Mm. Heel erg in je hoofd. Dus het gaat voor mij ook wel over zakken in je lichaam. Mm. Van je hoofd naar je lijf. Defusie is een hele mooie. Wat is defusie? Want er zijn vast mensen die nu kijken denken, wat is dat? Ja, dat snap ik. Ja. De meeste mensen kennen wel de cognitieve gedragstherapie of de RED. En die hebben dan ooit ergens geleerd. Als je negatieve of niet helpende gedachten hebt, dan kun je die opsporen, uitdagen. Ja. Kloppen ze wel, helpen ze wel. Ja. En vervangen door meer helpende gedachten. Mm-hmm. Ja, klinkt logisch. Ik heb dat ook gedaan. Alleen als je beseft dat een mens zo'n 60.000 gedachten per dag heeft. Ja, dat is echt veel, hè? Ja. En waarvan geloof ik 80% is niet helpend of irrationeel. Mm. Wauw, dat is een hoop werk om al die gedachten te vervangen. Dat is niet te doen. En daarom vind ik ACT zo verfrissend. Die zegt, weet je hoeft niet zozeer de inhoud van je gedachten te veranderen.
Ja. Maar eigenlijk alleen maar je relatie ermee. Mm. En dat gaat dan over een beetje afstand ontwikkelen tot je denken. Zodat je naar je denken kan kijken. Ja. In de wetenschap van, ja, dit is niet de hele waarheid. Mm. Dit zijn proefballonnetjes van mijn geest. Mm. En de intentie van mijn geest is heel goed, want die helpt mij om te overleven. En die zorgt dat ik er een beetje bij blijf horen. Ja. En dat ik op alert ben voor gevaar en voor schaarste. Ja. Dat zijn volgens mij wel de drie belangrijkste drijfveren van ons brein. En je leert dus om daar wat afstand van te ontwikkelen. En het tegenovergestelde van defusie is fusie. Dus dan ben je zeg maar versmolten met je denken. En je identificeert je volledig met je denken. Je denkt bijna, ik ben mijn gedachten. Mm. Nou ja, als je dan heel veel negatieve gedachten hebt, dan heb je een zwaar leven. Ja. En defusie is dan dus dat een beetje losmaken en afstand ontwikkelen. En ook daar heb je allerlei laagdrempelige korte oefeningen voor. Een hele simpele is bijvoorbeeld dat je, als je bij jezelf merkt, oh shit, ik ben een beetje gestrest. Oké, wat denk ik nu? Oh ja, ik denk, ik ben waardeloos. Of dit gaat toch niet lukken. Of dit is niet voor mij weggelegd. Zo'n gedachte, hè? Laten we eventjes, ik ben waardeloos nemen. Dan kan je er een heel simpel zinnetje voor plakken. Bijvoorbeeld, ik heb de gedachte, ik ben waardeloos. Mm. Dus je gaat niet de strijd aan met die gedachte. Mm. Maar je plakt er iets voor. En dat ontspant vaak, al een beetje. En dan kan je er zelfs nog iets voor plakken. Namelijk, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik waardeloos ben. Mm. Nou, als je luistert, kun je dat eens proberen thuis. Ja. Dan zul je merken dat je een beetje ontspant. Zonder dat die gedachte weg hoeft. Want die gedachte gaat niet weg. Nee. Dus je kan er tegen vechten tot je hem onzweegt. Ja. Maar dit weten we allemaal. Denk niet aan een roze olifantje. 30 seconden lang. Even lukt wel. Maar 30 seconden lang en hij gaat komen, weet je wel. Ja. Een groene appel of een witte ijsbeer. Maar, Dus defusie. Ja. En heb je ook wel eens een hele grappige defusie oefening bedacht zelf met een cliënt? Met een groep wel eens. Oh, met een groep. Ja, ik speel sinds kort een beetje ukulele. Oh ja, leuk. En ik dacht, laat ik zo niet helpende gedachten op melodie zetten. Mm. En dus dat hoort ook wel bij act. Ook een beetje speelse oefeningen, zoals zing je niet helpende gedachten op de melodie van Happy Birthday. Mm. En toevallig wist ik de akkoordjes van Happy Birthday. Dus ik op mijn ukulele, terwijl de hele groep zat te kijken. Ik ben te lang, ik ben echt veel te lang, Nee, zo, weet je wel. Ja. Dat is iets wat ik heel lang heb gedacht. Ik ben 2,4 meter en ik heb mezelf heel lang dacht ik ben te lang. Ja, terwijl, het woordje te maakt het dan. Terwijl lang zijn is best oké, maar ik dacht, het is niet hoe langer hoe beter, hè? En ik ben te lang. Nou, ik heb er heel lang last van gehad. Ja. Maar gelukkig niet meer. Ik ben te lang als ik ben. Ja. Ja. En wat is jouw eigen persoonlijke levensvisie? Wauw. Wil je daar iets over delen? Ja, natuurlijk altijd leuk om over te praten. Wat mij toch wel het meest inspireert en ook het langst, waar ik me het langst in heb verdiept, is toch wel boeddhisme. Mm. Zen-boeddhisme met name. Mijn eerste cursus deed ik toen ik 19 was en ging studeren en me niet goed kon concentreren. Mm. Dacht ik, oh ja, dan moet je zen doen. En eigenlijk gaat het al verder terug, want ik had van mijn 8e een judo-leraar, die ik heel fijn vond en een hele fijne vent. En met veel Oosterse filosofie, bracht hij op heel speelse wijze zo tussen de lessen door. Dus toen was eigenlijk denk ik al het zaadje geplant. En dat is nooit meer weggegaan. Thich Nhat Hanh heeft veel invloed op mij gehad, denk ik. Mm. Zijn boeken verslonden. Ik heb 3 keer een retraite bij hem mogen doen. Wauw. En daar prijs ik me echt gelukkig mee, want... Nou, hij leeft nog, voor zover ik weet, maar hij heeft echt een zware hersenbloeding gehad en hij wordt nu verzorgd en hij spreekt niet meer. En ik heb die man gewoon 3 keer een week lang mogen aanschouwen. En echt een grote inspiratiebron. Nu de laatste tijd trek ik een beetje toe naar meer de non-duale stromen. Mm. Nou, Zen is dat ook wel, maar op dit moment vind ik Dzogchen ook heel interessant. Ja. Dus, zoals Jan Geurts dat verwoord en Hans Knibbe. Mm. Leuk. Dus en zie je dan dat je dat kan integreren of dat er parallellen zijn met ACT? Enorm, ja. Ja, dat is heel compatible. Mm. En dan houdt ACT het nog redelijk down to earth. Mm. En op zo'n manier dat het eigenlijk seculier kan worden ingezet. Dus los van religieuze overtuiging. Ja. En de ACT community wereldwijd vindt het volgens mij ook echt belangrijk dat mensen van elk geloof iets kunnen hebben aan ACT. Ja. Of
ik nou christen ben, moslim, hindoe, orthodox, joods, maakt niet uit. Dan kun je er iets aan hebben. En de grap is dat er... Er zijn al veel verhalen van mensen die zeggen... Ik ben een betere christen of moslim geworden. Door dit te beoefenen. Ja. Dat ik nog meer de compassie in mezelf kan wakker maken. En meer in het nu ben. En meer me verbonden weet met het grotere geheel. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Mooi, ja. Ja. Heel mooi. Zeker. Leuk. Ja. Even kijken. We hadden een aantal thema's in ons voorgesprek. Ja. Die je wilde aanzetten. Je hebt natuurlijk al even over acceptatie gehad. Maar je had het toen over actieve acceptatie. Ja. Dus misschien is het wel leuk om die... Ja, prima. In het Engels wordt er gewoon over acceptance gesproken. Mm-hmm. En ik weet niet zeker of ik het zelf heb bedacht of ergens heb gelezen. Maar in ieder geval spreekt de term actieve acceptatie mij enorm aan. Omdat in het Nederlands klinkt acceptatie een beetje lijdzaam. Ja. Weet je wel, ik moet het maar accepteren. Ik moet het maar over me heen laten komen. Zoiets. Ja. En dat is het niet. Het is een heel actieve beweging eigenlijk naar de pijn toe. Of naar het ongemak toe. Mm-hmm. En er bestaan ook weer allerlei leuke oefeningen. Maar waarom is het zo interessant? Ik denk dat wij in het, weet je wel, in West-Europa, Amerika, weet je wel, een beetje moderne landen. ik denk dat we massaal feel-good junkies zijn geworden. Yeah. Ik denk dat ik niet de enige was die dat heel erg was tot zijn 30ste. Mm. En soms nog wel een beetje. En kijk om je heen, weet je wel. We zijn onszelf massaal aan het verdoven. Is het niet met Netflix of social media, dan is het wel met middelen. Ja. Alcohol, softdrugs, harddrugs, antidepressiva, noem maar op. Dus ik denk echt dat we verleerd zijn om pijn te verdragen. En wat ik een heel mooi onderscheid vind binnen ACT, is het onderscheid tussen vuile pijn en schone pijn. Oh, die mag je even uitleggen. Ja. Kijk, op het moment dat jij geen pijn wil ervaren, en even los van of dat nou fysieke pijn is of emotionele pijn... verdriet, boosheid, frustratie, angst, wanhoop, wat het ook is. Als je dat niet wilt ervaren, dan heb je eigenlijk een dubbel probleem. Double trouble. Je hebt zeg maar die pijn, plus jouw verzet ertegen. En dat wordt een heel giftig cocktail eigenlijk. Ja. Een giftig mengsel. Dat is een dubbele. Je bent en in gevecht met het leven en met jezelf. Ja. Nou ja, dat is geen goed recept voor een fijn, lang, gelukkig leven. Mm-hmm. En wat is dan schone pijn? Nou, op het moment dat het jou lukt om het verzet stapje voor stapje op te geven, of te verminderen, en dus eigenlijk je bereidheidsknop een beetje aan te zetten, of zeg maar, die pijn te verwelkomen of ruimte te geven in je lichaam, het is voor mijn gevoel ook een heel lichamelijk proces, dan ontstaat er schone pijn. Dan ga je terug naar de pure pijn. Mm. En die is vaak best wel goed te verdragen. Ja. Leuk wordt het nooit en het hoeft ook niet. Verdriet zal nooit fijn zijn, maar schoon verdriet is echt een hele andere ervaring dan verdriet plus ik mag niet verdrietig zijn. Ja. Of ik ben boos op mezelf omdat ik verdrietig ben. Ja. En ik ben bang dat ik dat morgen nog erger zal zijn. Nee, dat is zo'n raar mengsel wordt dat. Ja. En ik heb gemerkt dat is goed te leren. Ja. Ja, gewoon door af en toe op momenten dat je even alleen bent en je merkt van ik zit niet zo lekker in mijn vel. Nou, dat zijn uitgelezen kansen om even te gaan zitten of liggen met je verdriet, je boosheid, je angst, wat het ook is. En die gewoon even ruimte te geven in je lijf. Erin te ontspannen. Daar als een nieuwsgierige onderzoeker naar te kijken. Misschien even je handen op je lichaam. Gewoon even te voelen van wat gebeurt er nu in mij? En kan ik dit even voor nu de ruimte geven? Ah, dat maakt zo'n verschil. Ja. Dat gun ik iedereen. Ja. Je hoeft me denken aan in de opleiding dat... Bij Gijs, toen deden we een oefensessietje. Gijs Jansen. Ja. Ja. En toen zei hij ook tegen de oefencliënt, mag je je rot voelen? Dat vind ik altijd een hele mooie zin. Zeker. Ja. Ja. Het is me goed bijgebleven. Ja. Ja. Nou, dat is mooi dat je dat zegt. En dat kun je dus ook bij jezelf doen. Je kan zeggen van, ik geef mezelf toestemming om dit te voelen. Ja. Omdat het er toch al is. Mm-hmm. Omdat ik nu even de tijd en de ruimte heb om het te voelen. Ja. En ja, misschien niet midden op een werkdag als jij met je collega's in gesprek bent tijdens een overleg of met een klant. Nee, dan even niet. Ja. Maar misschien kun je daarna even 5 minuutjes terugtrekken op het toilet. Of je gaat een blokje om. Of je rookt een peukie. Ja. En weet je wel, dat zijn momenten dat je dat kan doen. Ja. Of 's avonds thuis in je bed. Mm. Ik speelde zelf toen een oefencliënt met een shopverslaving. Oké.
En toen had hij als oefening bedacht om dat ik een winkelmandje ging kopen. En dan met dat winkelmandje zou gaan zitten af en toe. Gewoon, ja, wow. Om even letterlijk bij de leegte. Ja, 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 omdat ja, er dus ja. geen spullen in het winkelmandje zaten. Ja. Wow. Echt bij de leegte te gaan zitten. Interessant. Ja, vond ik ook een hele mooie oefening. Ja. Leuk. En je speelde dat, dus je hebt het nooit echt hoeven doen. Nou, ik heb het natuurlijk wel even geoefend, ja, okay, want ik wilde het wel ervaren. Ja, ja, ja. Ik had zo'n heel klein mini speelgoed dingetje gekocht. Ja, okay. Ja, om nou met zo'n hele grote winkelmand uit de winkel mee te slingen. Maar hoe pakte dat uit? Ja, ik vond het wel heel bijzonder. Ja. Ja. Misschien moet ik dat ook eens doen. Helemaal ik kwaad. Ik denk dat er best veel mensen ook met shopverslaving tobben. Absoluut. Ze wilden eigenlijk niet echt een... Ja, therapie voor bestaan, maar dan zou ACT heel goed kunnen werken. Zeker weten, ja. Nou, iedere slimmer die dit hoort. Ja, ik denk echt dat je dan een hele grote markt kunt vinden. Ja. Hoewel ik ook weer niet weet of de gemiddelde shopverslaafde nou op zoek is naar ACT. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die daarin vastlopen en die schulden krijgen. En er baat bij zouden hebben om interessant. Daarmee bezig te gaan, ja. Kijk even vast naar het volgende onderwerp. Daar staat zelf als context en common humanity. Maar dat zijn eigenlijk... Twee. Wil je die apart doen? Of? Ja, dat vind ik wel handig. Ja. Zelf als context misschien eerst, hè? Ja. Ja, er zijn dus zes processen binnen ACT. En zelf als context is toch wel een beetje de meest lastige van het stel. Ja. De meest lastige uit te leggen. Komt ook in de buurt van mondialiteit. En nou ja, daarvan weten we ook, ja, je kan er eigenlijk, ja, je kan er wel over praten, maar je kunt het nooit vastpakken. Ja. Hè? Maar goed, laten we een poging wagen. Het helpt denk ik om het te contrasteren met het tegenovergestelde. Want dat is het leuke, je hebt dus die hexaflex, hè? Mm-hmm. Misschien is het leuk als ik hem even doorloop voor de luisteraar en de kijker. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk zes vaardigheden waarvan ACT zegt, dat is een goed recept voor een rijk, betekenisvol, lang gelukkig leven. Nou, lang weet je nooit zeker, maar in ieder geval dat je voor je gevoel iets maakt van je leven. Ja. En eruit haalt wat erin zit. Dan heb je het over mindfulness, je hebt het over waardenonderzoek, je hebt het over toegewijde actie, oftewel handelen op basis van één of meer persoonlijke waarden. En dat mag heel klein beginnen. Mm-hmm. Je hebt het over zelf als context, daar kom ik zo op. Je hebt het over defusie, hebben we genoemd, en over actieve acceptatie. Ja. Dus dat zijn ze. En zelf als context gaat eigenlijk over hoe je naar jezelf kijkt, hoe je jezelf ervaart. Nou, en die zes die heb je dus ook in een niet-helpende variant. Misschien ook leuk om die ook even te noemen. Ja. Maar dan maak het compleet. Hè? Dus dan heb je in plaats van mindfulness heb je piekeren en heel erg in je hoofd zitten. Je hebt het over niet weten wat ertoe doet voor jou. Dus je hebt geen waardeonderzoek gedaan. Je hebt het over ineffectief handelen of onwerkbaar handelen. Je hebt het over het conceptuele zelf. Mag je ook, de een noemt het ego, de ander noemt het ik-kamp. Ja. Een derde noemt het zelf als inhoud. Dus het bedachte zelf, alle verhalen die je over jezelf vertelt. Ja, heel geïdentificeerd zijn. Heel geïdentificeerd, ja, zeker. In plaats van defusie dan fusie. En in plaats van actieve acceptatie, vermijding. Dus als je heel erg geïdentificeerd bent met de verhalen over jezelf... Ja, als dat positieve verhalen zijn, dan kan dat best een tijdje goed gaan. Dus bijvoorbeeld, je bent een topsporter en je wint wedstrijden. En je denkt, wauw, ik ben een fantastische topsporter. Ja, tot je een blessure krijgt. Je ziet dat mensen vooral vastlopen als ze dat oude zelfbeeld niet meer vast kunnen houden. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb van mijn 20ste tot mijn 30ste was ik heel actief als percussionist. Ik speelde Cubaanse percussie, ik zat in 3 bands tegelijk. En fantastisch. En ik genoot eerlijk gezegd, dat waren mijn 20s. Ja. Ik genoot natuurlijk enorm ook van, op elk feestje waren we welkom. En geweldig. Ik kwam leuke vrouwen tegen. En alleen om voor lol met elkaar, we traden op. Tot ik blessures kreeg van het spelen. Ik ben vrij laat begonnen en ik was denk ik ook heel perfectionistisch. En waarschijnlijk speelde ik met te veel spanning. Dus ik kreeg last van schouder, pols, noem op. Nou, ik ben wel 3 keer overnieuw begonnen, maar op zekere dag moest ik gewoon concluderen. Het zit er niet in voor mij. Ik heb iets anders te doen hier op deze planeet. Dus echt uit een band gestapt. En waar ik al 4 jaar in zat. Nou, met heel veel verdriet eigenlijk. En pijn. Maar ook het loslaten van mijn muzikantenidentiteit. Mm-hmm. Daar wentelde ik mij in. Mm-hmm. En het nog een tijdje geprobeerd het...
te rekken als een soort popfotograaf. Dus ik bleef wel bij die band zo een beetje hangen. En ging ik als fotograaf vanaf het podium het drumstel van onderen fotograferen. Weet je wel. Zo van, ik hoorde er nog bij. Ja. Maar eigenlijk hoorde ik er al niet meer bij. Ja. En moest ik gewoon accepteren van... Ja, ik moet iets anders gaan doen met mijn energie, mijn tijd, et cetera. En dus ik heb die identiteit moeten loslaten. Nou, daar ben ik echt somber van geweest. Ik denk echt wel een half jaar dat ik dacht van, godverdomme, waarom heb ik dit? Ja. En, maar dat was ook de start van een soort spirituele ontdekkingstocht. Wie ben ik? Ja, ja. Dus ik ben NLP gaan doen en van alles. Ja. En nou, achteraf denk ik goed dat dat gebeurd is. Ja. En dit kan dus iedereen meemaken. Hè? Of je nou met pensioen gaat, of ziek wordt, of een partner, een geliefde verliest, of een kind verliest. Of weet je wel, we komen allemaal met verlies. Vroeger of later gaan we helaas dat allemaal tegenkomen. Ja. En hoe mooi is het dan dat er een manier bestaat om eigenlijk daar een beetje op voorbereid te zijn. Mm-hmm. En nou ja, zelf als context, ik zou het vertalen, maar zeg maar die andere, die niet zo effectieve versie, die noem ik graag een star zelfbeeld. Of een rigide zelfbeeld. Ja. En dan noem ik dit een ruim en flexibel zelfbeeld. Ja, mooi. Ja? Ja. Dus flexibel in de zin dat je mag veranderen van jezelf. Je hoeft vandaag niet dezelfde te zijn als gisteren. Nee. Dus dat is al heel relaxed. Want, nou, vandaag ben ik een beetje anders geworden. Ja. En misschien ben ik volgend jaar wel heel anders. Maar ook ruim. Ruim in de zin dat je niet zo gevangen zit in... nou, zo ben ik nu eenmaal, maar meer zo van... Open. Alles stroomt, het leven stroomt door mij heen. Hmm. Emoties, gedachten, verlangens, identiteiten, rollen. En ook wat meer afstand, wat minder identificatie. Mm-hmm. En als je dat dan spiritueel nog een stapje verder zou willen brengen, dan komt het in mijn beleving wel dicht bij het gewaar zijn. Mm-hmm. Het zijn. Yeah. Non-dualiteit. Yeah. En ja, het zijn natuurlijk termen die moeilijk vast te pakken zijn, maar ja, af en toe... Heb je daar misschien, en ik denk dat iedereen dat zo'n moment wel heeft, even een glimpje van. Als je oog in oog staat met een prachtige lucht of zo. Hmm. Of een, soms sta je opeens in oog in oog met een boom. Dat je denkt, kijk die boom nou zijn. Weet je wel? Die is. Ja. Die maakt zich geen zorgen over, zitten mijn takken wel recht? Ja. En, weet je wel, heb ik al mijn blaadjes nog? Nee. Ja. Die is. Ja. En als je dat dan even voelt van, oh ja. Ja, ja ik ben ook. Hmm. Ja. Ja. Zo. Leuk ook dat je net de rollen noemde, want dat zit ook heel vaak in, of zo wordt het ook vaak uitgelegd, non-dualiteit inderdaad. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk nu zelf door de crisis dat ik niet meer de rol van violist kan spelen. Nou en dus nu de rol van student / nieuwe coach, therapeut. Podcaster. Ja, die kant op gaan. Ja. En, of op ben gegaan eigenlijk. En dan ben ik benieuwd, helpt dan ook... Zeg maar, nou ja, je houdt je ook bezig met non-dualiteit en met ACT. Helpt dat jou om zo'n transitie te maken? Heel erg. Gaaf. Ja. Ja, mooi. Ja, en ik vind zelf altijd op de een of andere manier het woord aanvaarding. Hmm. Voor mij werkt dat beter dan het woord acceptatie. Ja, snap ik wel. Vind ik ook een fijner woord. Ja. Die connotatie is iets voor mijn gevoel positiever dan acceptatie. Wat jij ook zei, dat voelt een beetje de acceptatie van... Nou, alsof het allemaal maar een beetje over je heen komt. Maar... Ja, dus ook minder lijdzaam, hè? Ja. Ja, oh, ja. Mooi. Dus dat is leuk dat verhaal van jou als percussionist eigenlijk, dat je dat noemde. Want, of vertelde, want het lijkt eigenlijk wel een beetje op waar ik nu ongeveer in zit. Zo'n transitie. Ja. En dan is het bij jou, is corona natuurlijk de aanleiding. Ja. Dus het goede nieuws, in jouw geval hopelijk, hè? Is het, want je kunt wel gewoon blijven spelen. Ik zou theoretisch gezien kunnen blijven spelen, maar qua tijd is het merken dat het lastig is om het dan bij te houden. Ja, dat is wel. En ik merk ook dat ik het moeilijk vind om zonder doel, noem ik het maar even. Zonder orkest waar je mee oefent, dat snap ik. Maar stel dat corona overwonnen is en er is een vaccin of wat dan ook, dat blijkt toch dan hoop ik dat ik het part-time kan gaan doen. Ja, ja toch? Ja. Dan kun je wel gewoon weer spelen. Tenminste wel weer optreden. Ja, precies. Ja. Nou, dat gun ik je van harte. Ja. En eigenlijk was, want jij zei zelf als context, maar ik vind zelf altijd heel verwarrend. Mm-hmm. Dat in het Engels heb je dan dat ze drie termen gebruiken en in het Nederlands ook drie. Maar op de een of andere manier vind ik ze zelf niet helemaal met elkaar matchen. Daar zit ik altijd een beetje mee te struggelen. Ja. Ik herken wat je zegt. Toen heb ik vanochtend nog gelezen. Dit is wel leuk. Er is nu een nieuw boek over ACT. Mm-hmm. En het heet Psychologische Flexibiliteit in het Onderwijs. Ah. Super tof natuurlijk. Dat docenten hier ook mee aan de slag gaan. Heel leuk. Dat jaag ik enorm toe.
En daar beschreven ze inderdaad zelf als inhoud. Mm-hmm. En dat is dan dat geïdentificeerd zijn met de verhalen over jezelf. Ja. Een stapje, iets meer afstand is al zelf als proces. Mm-hmm. Dus dat je ook wel hebt, door meditatie of zelfobservatie hebt geleerd van oké, het verandert voortdurend. Mm-hmm. Hoe ik denk, hoe ik me voel, mm-hmm. et cetera. Mijn lichaam. En het observerende zelf is dan het derde proces. En dat komt dan heel dicht bij gewaarzijn of normaliteit. Of dat is een soort neutrale waarnemer. Ja. De witness wordt het ook wel eens genoemd. Mm-hmm. Die eigenlijk alles aanschouwt. En die er altijd al geweest is vanaf dat je zeg maar één jaar oud bent. Ja. En die er altijd zal zijn, wat je ook meemaakt. Ja. En het schijnt ook dat je daar ook mee een beetje kan identificeren. Mm. Of dat een plek is in jezelf waar je altijd naartoe kan gaan. Een soort veilige, neutrale plek. Ja. En soms heb ik daar even contact mee en dat voelt best wel fijn. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Hoe werkt dat bij jou? Ik moet eerlijk zeggen dat ik al altijd het idee heb gehad, sinds ik heel klein was, dat ik werd waargenomen. Oh, wow. En of dat dan iets van mezelf was of iets anders, dat daar had ik ook geen woorden voor of zo hoor. Ook niet in mijn gedachten, maar het was wel een gevoel. Ja. Ja. Ik vind het ook mooi hoe je het verwoordt, want dat resoneert wel. Dat herken ik wel ergens van ook mijn kindertijd. Dat je wordt waargenomen. Gaaf. Ja. Dus dat is heel onpersoonlijk. Ja. En je weet niet of je dat nou, Hartini is of iets groters, hè? Ja, nou, ik had wel het idee dat het iets groters was altijd. Ja. 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 Maar of ik er zelf onderdeel van uitmaakte, dat was dan een beetje in het ongewisse, zou ik het maar gaan noemen. Ja. Ja, gaaf. Ja. Big Sister of Big Brother. Ja, en ook een beetje Truman Show-achtig. Oh ja. Maar dan een hele liefdevolle Big Sister. Nou, dat wist ik eigenlijk niet. Maar een neutrale. Ja. Niet zo'n controleerde Big Brother. Maar daar had ik geen idee over. Nee, meer van, ik word waargenomen. Ja, punt. Zullen we eens naar Common Humanity gaan? Ja, het is wel een van mijn favoriete thema's binnen ACT. En ACT heeft daar niet het alleenrecht op, denk ik. Mm. Maar het wordt daar wel echt in. Het hoort er een beetje bij wel. Ja, het besef van gedeelde menselijkheid heeft mij ooit echt heel veel. Wat is het? Rust, een gevoel van verbondenheid gegeven. En ik heb het zelf leren kennen als een onderdeel van zelfcompassie. Oh ja. En dat wordt bij ACT natuurlijk ook wel gepropageerd. Hè? Dat ook cliënten. Dat ontwikkelen bij zichzelf, zodat ze ook zelfredzaam worden. Niet meer afhankelijk van een therapeut op een dag. En ik vind heel mooi de uitleg van Kristin Neff, volgens mij, dat zelfcompassie valt uiteen in drie elementen. Mm-hmm. Namelijk mindfulness, of wakker aanwezig zijn het hier en nu. In plaats van, dit is ook mooi om te contrasteren. Dus in plaats van piekeren, mindfulness. Mm-hmm. In plaats van zelfkritiek. Of jezelf met een stok slaan als je iets fout hebt gedaan. Ja. Naar vriendelijk jezelf toespreken. Mm. Of jezelf een beetje coachen als het ware. Mm. En van de derde beweging is van zelfisolatie. Dus op het moment dat je problemen hebt, je terugtrekken en navelstaren. Of in je eentje in je zelfmedelijden blijven hangen, zeg maar. Naar het besef van gedeelde menselijkheid of common humanity. Ja. En het wonderlijke is dat je daar niet eens andere mensen per se bij nodig hebt. Mm. Natuurlijk kan het heel fijn zijn om lotgenotencontact kan heel fijn zijn. Of een vriend of vriendin bellen. Of iets met je partner delen. Maar dat kan niet altijd. Weet je wel? Nee. Misschien is het midden in de nacht. Misschien ben je alleen, ben je eenzaam of wat dan ook. Maar het besef dat er op deze planeet, zelfs waar heb je de meest zeldzame ziekte, dan nog zijn er 10 andere mensen die dat ook hebben. Ja. Weet je wel? Ja. En natuurlijk is het fijn om contact met die mensen te hebben. Maar zelfs al kan dat niet, het besef dat je niet alleen bent met, met jouw specifieke vorm van lijden, kan heel fijn zijn. Mm. En ik had laatst coachte ik een cliënte die had ook iets wat best wel heel specifiek was. En eerlijk gezegd wou ze het ook niet met me delen. En ik zei, dat is ook oké. Okay. Ja. Maar ik zei, stel je nou eens voor dat jij in een groepje lotgenoten zit. Dus het was een vrouw en je zit met allemaal vrouwen die datzelfde hebben meegemaakt of doormaken. Ja, wat gebeurt er dan als je dat voorstelt? Dat je met elkaar deelt, heel kwetsbaar, openstelt. En elkaar misschien een beetje coacht en liefdevol adviezen geeft. Oh, ik zag haar echt ontspannen. Ja. Ik zei, dat is eigenlijk heel fijn. Ja. Ja, ja. Dus het besef dat je niet alleen bent. En het is dus niet
Wat je ook wel eens hoort, is zeg maar de foute versie van... Oh, maar dat wat jij hebt, heb ik ook, maar dan veel erger, weet je wel? Dus dat je eigenlijk de aandacht weghaalt bij die ander. En eigenlijk bagatelliseert wat die ander heeft. Dat is het niet. Nee, snap ik. Ja. Dus je verbonden weten. Hmm. En is het ook dat je... Want het was vroeger heel erg nat dan, hè? Om als therapeut er als mens te zitten. Oh ja, ja. Valt dat er ook onder? Ja, denk ik wel. Ja. Dat vind ik ook een van de meerwaarden van ACT. Dat dat viel mij ook op binnen ACT namelijk. Ja, hè? Ja. Ja, dat je jezelf als mens ook mee mag brengen. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat je aangepaste zelfonthulling kan doen. Ja. En ik zeg wel gepast, hè? Het moet niet opeens helemaal over jou gaan. Nee. Dat de cliënt denkt, hallo. Ben ik er ook nog? Maar wel dat je soms ook iets deelt wat relevant is. En dat je ook een voorbeeld bent van kwetsbaarheid misschien. Ja. Dat de ander ook ziet van, oh wauw, dus jij hebt ook niet helpende gedachten. En je hebt ook gevoelens die je lastig vindt. En jij worstelt soms ook met het leven. Ja. Ja, en dat je ook minder dit effect krijgt, hè, van de therapeut. Ja, dat heel gelijkwaardig wordt. Ja, absoluut. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. En gek genoeg vind ik dat al vanzelfsprekend, maar niet iedereen vindt dat. Nee. Dus dat is goed om te benoemen. Ja. Ja. Maar dat is het. Dat is ook. Je kunt denk ik in elke, als je eenmaal met ACT bezig gaat, in elke dag kom je voorbeelden tegen van hoe je ofwel ACT kunt toepassen, of had kunnen toepassen, of volgende dag nog beter kan toepassen. Ja. En dat houdt eigenlijk nooit op. Ja. En dat, ik denk dat het fantastisch is. Ik kan werkelijk niemand bedenken die geen plezier of profijt zou kunnen hebben van ACT. Jij? Nee. Nee, iedereen heeft wel, al is het al één onderdeel, kun je al iets aan hebben. Maar... Ja. En dat vind ik ook zo bijzonder, dat weet je, onderzoek laat zien dat het werkt. En bij niet de makkelijkste doelgroep, hè, dus depressie, angststoornissen, schizofrenie zelfs, hebben allemaal profijt van ACT. Ja. Maar ook topsporters, CEO's, topmuzikanten. Dus dat kan niet anders, of het zijn universeel menselijke... Ja. Ja, processen waar ACT op inwerkt. En dus universele vaardigheden. En dan ook nog eens cross-cultureel. Ja. Hoe mooi is dat, weet je wel? Ja. Dus er is hoop voor deze planeet. Was mooi in het positieve idee, hè, daarvan. Ja. Ja. En jij hebt allerlei boeken geschreven. Want dat noemde jij net even in jouw verhaaltje over jezelf. Ja. Ik heb twee meegenomen. Ja. Misschien wel leuk om even te laten zien. Ja. Dit is deel 1. Yeah. Ik dacht ik noem ze coach 3.0. Yeah. Licht uitdagend. ik heb dus een eigen trainingsbureau. Bureau Bewezen Effect. Yeah. En dit is deel 2 trouwens. Ik even laten zien. En weet je, ik ben sinds ik bij de reclassering ben begonnen te werken. Mm. Heb ik nog niet eens verteld eigenlijk. Nee. Vertel. Blijf wel kort. In 2001 wilde ik met groepen gaan werken en ik kwam een ex-studiegenoot tegen en die werkte bij de reclassering van het leger zelfs en die trainde ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen. Ik dacht, gaaf, dat wil ik ook. Weet je wel, dat lijkt me een uitdagende doelgroep. En met groepen leren werken. Dus dat ben ik. Ik ben gaan letterlijk de volgende dag stond er een vacature in de krant. En het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. Dus daar heb ik 4 jaar als uitvoerend gewerkt, dus met die doelgroep. Nou, super mooie tijd gehad, heel veel geleerd. Natuurlijk niet altijd makkelijk, maar een hele bijzondere doelgroep. En uiteindelijk ook, het zijn ook gewoon mensen. Hè? Ja. Maar ook hele mooie momenten mee gehad. Echt dat ik dacht, nou, dat ik hiervoor betaald word. Oh ja. Echt super fijn. Dat we met ze gingen kanoën en allerlei gekke dingen meemaakten. Of klimmen en allerlei lessen verstopten in wat er gebeurde. Oh, wat leuk. Ja. En sindsdien ben ik eigenlijk al bezig met onderzoeken van, oké, wat werkt? Hoe kun je nou mensen echt helpen veranderen? En in die zoektocht ben ik een aantal methoden tegengekomen. Lang verhaal kort, wat in ieder geval blijvertjes waren, was motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte coachen of gespreksvoering en acceptance en commitment therapy. Yeah. En in 2013, toen bestond mijn bedrijf 3 jaar, toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik ga een jaartraining ontwikkelen rondom die 3 methodes. Ik zag voor me 3 modules van 3 dagen. En een startdag en een afrondende dag. Mm. Nou, ik had nauwelijks betalende deelnemers, maar de helft die zat daar gewoon gratis. Yeah. Maar in ruil voor feedback. En ik dacht, ik begin gewoon. En dan zie ik wel. Nou ja, hij is onlangs voor de 12e keer gestart. Geweldig. Hij staat nog steeds. En veel geleerd ook onderweg. Yeah. En we worden elk jaar een stukje beter. En met we bedoel ik eigenlijk een heel team. Ik werk nu met 7 gasttrainers samen. Zo. Ieder heeft zijn eigen specialiteit.
En soms staan zij voor de groep, soms ik. Mm. Maar meestal ook wel een stukje samen, omdat dat gewoon ook leuk is. En nou, die jaartraining gaat dus over die drie methoden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dan moet ik ook een boek schrijven. Mm. En ik wilde dus een boek schrijven over die drie. Ja. Maar dat zou een heel dik boek zijn geworden. En toen zei mijn uitgever, als je nou slim bent, schrijf je gewoon drie lekker leesbare, niet al te dikke boeken. Mm-hmm. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Yeah. En ja, het is echt super tof. Het eerste boek is nu al voor de derde keer herdrukt. Geweldig, en, ja. En er zijn al meerdere hogescholen die hem voorschrijven aan studenten. Ah, super. Dus ik zie de verkoop in augustus echt juist dan een piek. Omdat alle studenten, nou, allemaal heel wat studenten hem kopen. Ja. En dan moet je denken aan social work, SJD, sociaal-juridische dienstverlening, maatschappelijk werk, noem maar op. En, nou ja, en het derde deel wordt aan gewerkt. Ja. En die schrijf ik samen met Jaan Tjadens, waar ik ook al jaren met veel plezier mee samenwerk. Met wie ik ook allerlei trainingen heb gevolgd, ook bij Gijs en verdiepingstraining. En, samen naar Dublin geweest, waar vorig jaar een congres was. Ja. Wereld Act congres. En ook heel leuk om nu een keer samen een boek te schrijven. Ja, wel anders denk ik. Heel anders. Ja, ja, het is veel gezelliger eigenlijk. Het schrijven is best wel eenzaam. Ja. En nu natuurlijk, we schrijven ook dat je heel wat momenten alleen. Dan doet zij een hoofdstuk, ik doe een hoofdstuk. Mm. Maar je bent voortdurend ook aan het sparren. Ja. En aan het bellen en zoomen. Ja. Van oké, hoe gaan we de dingen noemen? En, en wat vind je van mijn hoofdstuk? Wat vind ik van jouw hoofdstuk? En hoe kunnen we het nog beter maken? Dus, super zeg. Ja. Planning is 5 juni 2021. Wauw. Moet die, wordt die gelanceerd? Dus dan moet die eigenlijk 3 maanden eerder al klaar zijn. Ja. Er zit best wel een beetje druk op de keten. Oh, maar dat is ook goed. Ja. Want dan blijft je tenminste schrijven. Ja. Dus ja, wordt aan gewerkt? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Rijkdom en armoedebewustzijn. Oh, wauw. Ja. Ja, dat zijn termen die heb ik van Hans Knibbe. Mm-hmm. En omdat ik zei, ik word nu een beetje naar het Dzogchen toegetrokken. En ook hun gedachtegoed. En ik weet al heel lang van zijn bestaan. En het is heel apart. Ik weet nog dat ik 15 jaar geleden ongeveer een lezing van hem bijwoonde. En dat ik dacht, nou, ik snap er helemaal niks van. En wat een rare vent eigenlijk. En het kwam gewoon niet binnen. Ja. En dan zie je ook wat een ontwikkeling jezelf doormaakt. Want ja, ik denk dat zijn, nou, hij is natuurlijk ook verder, maar opeens resoneert enorm zijn boodschap met mij. En ik heb al zijn boeken gekocht en ik ben nu aan het lezen. En hij is, ik denk, ook al echt wel op leeftijd. Dus ik weet niet of ik ooit nog een training bij hem zal volgen, maar ik kan in ieder geval zijn boeken lezen. En hij spreekt dan over rijkdomsbewustzijn. Of eigenlijk andersom, armoedebewustzijn is op het moment dat je in die ik-kramp zit. Mm-hmm. Dus je bent heel erg geïdentificeerd met je ego. En dan, ja, de meeste van ons leven dan vanuit tekort. Mm. Weet je wel, niet genoeg tijd, niet genoeg geld, niet genoeg seks, niet genoeg aandacht, niet genoeg kennis. en hij zegt, ja, op het moment dat je, zodra je iets buiten jezelf zoekt, zeg je daarmee per definitie tegen jezelf dat je dat zelf dus niet meer hebt. En dan zit je dus in een soort armoedebewustzijn. Ja. Terwijl, en dat kan ik ook echt wel herkennen in mezelf. Dat als ik als er een nieuw boek verschijnt van iets wat ik interessant vind, zeg ACT. Yeah. Dan denk ik, oh, dat boek moet ik hebben. Ja, herken ik ook. Ja, maar, en heel vaak koop ik het dan ook. Maar als ik heel eerlijk ben, staan er nog zeker 10 boeken over ACT die ik nog niet helemaal uit heb of zo, weet je wel? Ja. En weet ik ook al best wel wat over ACT. Ja. Dus ik zou ook in plaats van dat boek te kopen kunnen gaan zitten en een blog schrijven. Ja. En dan zoek ik het in mezelf en dan blijk ik opeens zelf ook best wel iets te weten over ACT. Ja. En ook, weet je wel, voorbeelden te kunnen bedenken. En dat is zo raar. Dus, en dat merk ik ook als ik zelf schrijf, dan zit ik in dat rijkdomsbewustzijn, zeg maar. Want dan stroomt het door je heen. En soms, dat ken je vast ook als violiste of misschien als schrijver. Ja. Dat soms doen je handen, doen het. Ja. Ja, het is bijna alsof je hoofd er tussenuit is of zo. Ja. En dan zit je in rijkdomsbewustzijn. Ja. Nou ja, dat is ja. Het liefst zou ik daar mijn leven helemaal vanuit rijkdomsbewustzijn willen leven. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Nee, dat erin eruit. Ja. Nou goed, dat is dan de dans misschien wel. De dans tussen die twee soorten bewustzijn. Maar ik geloof wel dat je, als je dit weet, dat je dat een beetje kunt cultiveren en misschien elke dag een beetje contact mee kan maken. Bijvoorbeeld door een dankbaarheidsoefening. Hmm. Ik mediteer elke ochtend en tegenwoordig doe ik de eerste 2 minuten. Nou, zit ik even zo van, oké, waar kan ik dankbaar voor zijn? Hmm. In mezelf, in mijn leven. En er is altijd wat te vinden. Yeah. En dan begin ik al de dag vanuit rijkdoms. Ja. Het voelt goed. Even stilstaan. Ja? Ja.
Vind ik zelf altijd heel mooi. Ja, u dat ook? Nou, ik ben sowieso een hele langzame opstarter. Geen ochtendmens. Nee, ja. Dus het creatiefst ook wel in de avond volgens mij. Okay, ja. Ja. Dus dan doe je dit 's middags of zo? Nou, het meest, ik bedoel meer van het meeste aan inspiratie komt bij mij al binnen als ik echt stil word. Oh ja, oké. Ja. En dat is 's avonds? Nou, meestal, maar het hoeft niet per se hoor. Het kan ook tijdens een wandeling of 's middags. Of, ja, ik heb het zelf heel erg in mijn geboorteland bijvoorbeeld. Oh, okay. Dat ik, als ik daar ben, dat ik dan veel meer inspiratie krijg. Ja. Ik kan me nooit bij voorstellen. Ben ik ook helemaal los van alles dit hier eventjes, hè? Ja. Letterlijk. Dus dan fysiek. En is dat Indonesië? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is het land van de stille kracht, toch? Ja, klopt. Ja. Dat is waar, mooi. Waar enorm veel natuur is en mensen ook heel spiritueel in het leven staan. Ja, denk ik. Klopt. Ja. Heel erg. Ik ben helaas nog nooit geweest, maar het staat zeker op mijn verlanglijstje. Ja, als we weer kunnen reizen, dan ga ik ook weer die kant op. Ja. Ja. Wilde jij zelf nog iets toevoegen? We hebben al heel veel onderwerpen aangetikt. De tijd is gevlogen eigenlijk. Ja, er is altijd hoop. Ja. Dat geloof ik oprecht. Hè? Dus als je op dit moment somber bent, of angstig, of boos, of heel veel stress hebt over corona. Mm-hmm. We zouden het nog over corona kunnen hebben. Eventueel. Oh ja, dat is goed. Maar weet... er is altijd een ander perspectief mogelijk. Mm-hmm. Als je in je eentje rondloopt met dit soort ellendige gevoelens, mm-hmm. weet dat er altijd andere mensen zijn die hetzelfde doormaken. Mm-hmm. En daar kun je mee verbinden, in gedachten of in het echt. Vaak als je openheid van zaken geeft, dan geeft het al heel veel lucht. Dus als je je hart lucht met iemand. Ja. Nou, ik weet ook dat er... steeds meer ACT-coaches zijn. Mm. En heel wat werken ook online. Dus waar je ook woont, ga even googlen en je vindt een ACT-coach. Mm. En nou ja, ik durf echt wel te beloven. Niet dat je problemen verdwijnen. Nee, zeker maar niet. Dat je relatie met je problemen heel erg kan veranderen. Ja. Met je depressie, met je angst, met je boosheid, met je frustratie, met je hopeloosheid. Dat durf ik te beloven. Nou, ik vind het mooi dat je dit even noemt van niet dat je problemen verdwijnen. Want volgens mij... denken veel mensen dat als je in therapie of coaching gaat, van nou, ik ga erheen, ik heb problemen, dan daarna kom ik er vanaf. Ja. Terwijl je toch iedere keer weer tegen nieuwe dingen aanloopt in je leven. Ja. En dat vind ik zo leuk aan ACT, dat je, wat jij ook net noemde, vaardigheden ontwikkelt, die je dan weer opnieuw kunt toepassen en gebruiken. En ook omdat het vanuit creativiteit wordt bedacht, de oefeningen, samen met de cliënt, kun je ook weer... die creativiteit aanwakkeren om in een nieuwe situatie weer ermee om te kunnen gaan. Ja, prachtig verwoord. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk en fijn aan ACT. Ja, eens. Ja, het zijn eigenlijk hele moderne life skills. Ja. Met ook toch hele oude wortels. Zeg maar, terug te leiden tot boeddhisme, hindoeïsme. Maar wel met moderne psychologie ondersteund. Mm-hmm. Keihard bewezen effectief. Ja. Hoe mooi wil je het hebben eigenlijk. Ja. Nou, en ik vind zelf dus echt enorm parallel lopen met non-dualiteit. Ja, hè? Ja, toen ik die studie begon, want ik ben eerst bij Sivas begonnen en daarna dus bij Gijs Jansen. Ik had echt de ene verbazing naar de andere van, maar dit is eigenlijk een geconcretiseerde versie van non-dualiteit, voor mijn gevoel. Ja. Dat vond ik wel heel grappig om te ontdekken. Ja, ja en ook goed nieuws, want er zijn mensen die volgens mij al 20 jaar satsangs volgen en nog geen stap verder zijn. Ja. Die misschien wel in theorie alles kunnen vertellen, maar het nog niet leven. Ja. In de hoop dat op een dag zie ik het licht of zo. Hè? Ja. En zegt echt van, ja, je kunt vandaag nog beginnen met oefenen. Met gewoon, weet je wel, die vaardigheid, die acceptatie, aanvaarding, spier te trainen. Ja. Een beetje commitment ontwikkelen. En dat is het ook, hè? Dat vind ik ook met mindfulness. En ik denk ook non-dualiteit. Ja, het kan je helpen om veel meer rust te vinden en om meer te landen in je lichaam en in het hier en nu. Maar het geeft je nul richting over wat ga ik nou doen met mijn leven. En dat doet ACT wel. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En waar bijvoorbeeld Hans Knippe heeft het over zijn en worden of zijn en doen. En mindfulness ook. Nou ja, zijn is de acceptatiekant en doen is de commitmentkant. Mm-hmm. Ja, we hebben allebei nodig. Ja, zingeving hebben we allemaal nodig. En absoluut. Dat kun je dan met die vaardigheden proberen te bereiken. In ieder geval, het is natuurlijk nooit garantie, maar... Ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Vond hartstikke leuk. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja. Wat een leuk gesprek.